Ik zit inmiddels hier in de studio met Jurgen Goossens en Charlotte van Oorsouw om te gaan praten over een onderzoek naar het gebruik van blockchain-technologie en de verantwoordelijkheid van de overheid. Van harte welkom. Dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen? Ik ben Jurgen Goossens, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht hier aan de Tilburg Law School en projectleider van het project Chain, namelijk Connecting Humankind Through Algorithms and Information Networks. Een hele boterham, maar we zijn allemaal verbonden met elkaar door technologie. Ja, en de tongval doet vermoeden dat je uit België komt. Ik kom uit België, maar na mijn proefschrift moest ik op zoek naar een job. Ik ben zo deeltijds aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam beland. En na 2,5 jaar naar Tilburg gekomen. En ik ben nu al 2 jaar voltijds hoofddocent. Ja. Ik ben hier heel graag. Ik ben ook heel tevreden om opnieuw terug te zijn in de Faculty Club. Ja, want je bent vandaag ook uit België hier gekomen. Ik ben uit België gekomen en heb een verklaring op eer moeten invullen dat ik ga werken. Maar dat doe ik bij deze. Kijk, heel goed. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Charlotte, wie ben je en wat doe je? Ik ben Charlotte en ik ben de PhD-kandidaat bij Jurgen in het project. En ik ben de hoofdverantwoordelijke voor het juridische luik. Ja, en nou stonden jullie hier aangekondigd als jurist. Maar eigenlijk doen we jullie daar misschien een beetje tekort mee, want jullie werken multidisciplinair. Ja, klopt. We hebben ook een science and technology luik en een technisch luik in het onderzoek. Precies. En kun je iets meer uitleggen over dat onderzoek wat jullie op dit moment doen? Want jullie hebben er een behoorlijk bedrag voor gekregen. Ik begreep 1 miljoen van het NWO. Ja, zeker. Het is dus een multidisciplinair onderzoek waarbij we dus gaan kijken naar niet alleen de inzet van blockchain door de overheid, maar eigenlijk breder, namelijk de inzet van algoritmes door de overheid. Jurgen en Esther die hebben dat project opgezet. En het is dus een interdisciplinair project waarbij we zowel techniekfilosofen hebben, juristen, zoals Jurgen en ik, en een technisch luik. En we combineren deze kennis om te kijken hoe dus de overheid op een verantwoorde manier kan innoveren door deze technologieën te gebruiken. Precies. En wat heel belangrijk is binnen het project, eigenlijk heel vaak gebeurt innovatie, experimenten en een paar jaar daarna komt dan de wetenschappelijke analyse. Maar wij proberen eigenlijk van in het proces, eigenlijk by design, te kijken hoe technologische, juridische, maar ook ethische, maatschappelijke vraagstukken, inzichten eigenlijk al kunnen gebruikt worden in de experimentele fase. Vandaar hebben we 750.000 euro van het NWO, maar ook 2,5 ton van private en publieke partijen die eigenlijk in een consortium met ons proberen samenwerken om maatschappelijk verantwoord te innoveren. Mooi. We gaan erover doorpraten. Je hebt ook een boek geschreven, daarover straks natuurlijk meer. Maar misschien eerst ook maar even toch over die blockchain. Mm-hmm. Dan ga ik als eenvoudig socioloog proberen dat te definiëren. En dan mogen jullie als experts zeggen of mijn definitie een beetje klopt. Stel, we hebben een voetbalvereniging. Ik doe de administratie, dan heb ik een laptop. Daar staat de administratie in. Daar staat in dat je je contributie hebt betaald, hoeveel voetballen we hebben, noem het allemaal maar op. Dat staat centraal op mijn computer. Mm-hmm. En het verschil met de blockchain is dat jullie als leden allemaal een exemplaar van die administratie hebben. En stel dat Charlotte haar contributie niet heeft betaald, dan zien we dat ook allemaal. En pas op het moment dat zij die contributie ook betaalt, moeten wij allemaal akkoord gaan. En pas op het moment dat wij allemaal akkoord gaan, weten we ook allemaal, het klopt, Charlotte heeft haar contributie betaald. Ja. Leg ik zo een beetje uit wat de blockchain is? Charlotte, jij begint en ik vul aan. Kijk. Even voor de leek, hè, want er worden natuurlijk heel veel definities gebruikt. Dat we allemaal even een beetje helder hebben. Ja. Even het voetbalvoorbeeld. Ja. Klopt dit een beetje of zit ik er heel erg naast? Je noemt dat gedistribueerde element. Namelijk dat iedereen een stukje bezit van de administratie en dat iedereen het ook in kan zien. Dat zijn inderdaad elementen van blockchain. Maar het hoeft niet per se zo te zijn dat er één organisatie is die dat opzet. Dat kan wel, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Ja. Maar dus inderdaad, vroeger hadden we allemaal boekjes. Ik ga met jou een transactie aan, bijvoorbeeld. Ja. Ik krijg een fiets van jou en jij krijgt van mij 200 euro. Maar als ik plotseling zeg dat ik geen fiets heb gekregen, dan hebben we ook een bewijsprobleem, bijvoorbeeld. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk elke transactie in heel veel boekjes opschrijven. Een gedistribueerd grootboek in een heel groot netwerk van participanten. Want eerder dan de voetbalvereniging gaat het vaak om een netwerk van miljoenen
computers, nodes zoals we zeggen. Elke transactie wordt geregistreerd en je kan die niet meer wijzigen. Dat is een heel groot voordeel van die blockchain-technologie. Je kan in principe niet meer frauderen. Ja. En eigenlijk, blockchain is, het is een trend die gaande is in onze maatschappij. Namelijk eerder dan alles centraal. De overheid die we 200% vertrouwen, de banken die we 200% zouden moeten vertrouwen, de notaris die we 200% moeten vertrouwen, gaan we kijken, goh, we zijn allemaal geconnecteerd met elkaar en via technologie gaat dat nog veel beter. Is het niet weerbaarder, veiliger, om eigenlijk eerder dan één centrale database gewoon alle nodes, alle personen in het netwerk, samen het netwerk te laten veilig houden. En dan moet je niet meer één database hacken, maar het volledige netwerk. En dat is eigenlijk veel moeilijker. En dat maakt het dan ook heel veilig. Ja. Hè? Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Bitcoin, waarin het op deze manier gebeurt. Dan heb je geen centrale bank meer nodig, maar gaat het gewoon bij iedereen die deelneemt aan zo'n Bitcoin. En jullie zijn op een gegeven moment gaan nadenken van hoe zouden we dit nou kunnen inzetten in allerlei juridische toepassingen. Ja. En kun je, daar ben ik ook wel benieuwd, hoe begint dat? Is dat een keer een stukje hardlopen? Is dat een keer een collega? Is het een congres? Waar is het eerste zaadje geplant dat je dacht, hier moeten we wat mee? Wel, eigenlijk 6-7 jaar geleden zag ik plots die Bitcoin. En ik vond dat heel raar, want bijvoorbeeld de markt van het geld is heel sterk gereglementeerd. Ik vond het wel bijzonder dat er plots een virtuele nieuwe munt kan ontstaan waarmee je bijvoorbeeld festivaltickets kan kopen en dergelijke meer. Dus als publiekrecht jurist dacht ik van, goh, dit is wel interessant, kan dit? Zo ja, hoe? Moet het recht hier niets mee bijvoorbeeld om mensen te beschermen bijvoorbeeld, als ze die bitcoin toch plots niet ontvangen? Dus ik vond dat wel interessant en toen zag ik dat er eigenlijk een technologie onder zat. Een gedistribueerde technologie. En ik had wel interesse in mensen die in een netwerk allerlei dingen doen. De platform, economie, buren die elkaar helpen om bijvoorbeeld een grasmaaier uit te wisselen en dergelijke. En toen zag ik plots ook de overheid begint daarnaar te kijken. En dat vond ik wel heel interessant, want in het publiek kijk je naar de relatie burger-overheid. Mm-hmm. En toen ik dan zag dat de Nederlandse overheid daar eigenlijk wel bijzonder heel hard in geïnteresseerd was, dan dacht ik van, ik wil hier iets over zeggen. Ik ben beginnen kijken, welke jurist is hier expert? En op dat moment waren die juristen er eigenlijk nog niet. En ik wou eigenlijk wel expert worden, dus ik ben op zoek gegaan naar een van de beste cryptografen, ICT, blockchain-experten. We hebben eens geluncht, elkaars taal proberen spreken. En dan heb ik gezegd, we zouden eigenlijk deze dialoog verder moeten zetten in een boek. Ja. En dan hebben we eigenlijk op 2 jaar samen een interdisciplinair boek geschreven. Dat eigenlijk het begin is geweest van alles bij mij. Ja. En was dat ook een beetje wennen aan elkaars taal? Net zoals Nederlanders soms aan de Belgische taal moeten wennen. En omgekeerd moeten juristen ook wennen aan de taal van techneuten. En techneuten aan die van juristen. Dat was enorm wennen. Want plotseling was daar de term smart contracts bijvoorbeeld. En de techneut in kwestie zei, ja, dat is een contract, dat is een contract. En ik zei, eigenlijk is dat geen contract. Dat is een simpel algoritme als A dan B. Maar dat kan evengoed bijvoorbeeld een schenking zijn. Dat is geen contract. Dat kan een registratie van een feit zijn. Dus daar al onmiddellijk, de term smart contracts is eigenlijk ontstaan meer vanuit de technologische kant, vanuit de ICT-wereld. En als jurist moet ik zeggen, het kan een contract zijn, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus daar zie je al, een van de belangrijkste termen binnen de blockchain-wereld is een term waarbij juristen zeggen, deze klopt eigenlijk niet. En binnen de juridische wereld kan ik me voorstellen, die kan ook wel behoudend zijn. Zeker inderdaad, je noemde al bijvoorbeeld notarissen, die gaan natuurlijk op hun achterste benen staan van, dit moeten we niet gaan doen. Heb jij daar ook ervaring mee? Als je hierover vertelt, dat dan in de oude wereld, zou ik maar zeggen, wordt gereageerd van, ja, daar hoeven we allemaal niet, die poespas. Dat is een goede vraag. Er zijn denk ik een soort van twee verschillende meningen. Sommige mensen die zijn heel veelbelovend, spreken die over blockchain. En sommige die zijn er dus inderdaad heel terughoudend in. Maar het is ook nog best wel een nieuwe technologie. Dus ik denk dat veel zich ook nog gaat ontvouwen wat dat betreft. Ja. Nou, misschien ook goed om maar eens naar een heel praktisch voorbeeld te kijken. Ik meen, vorige week zaterdag ook in NRC Handelsblad, waarin dit voorbeeld ook voorkwam, de rode knop. En wederom, corrigeer me als het niet klopt. Hè, ik zou een boete kunnen krijgen omdat ik door rood ben gereden. Het CJB komt met een aanslag en ik zit diep in de schulden. En dan kan ik ineens nog weer een extra probleem krijgen. En dan kan ik op een rode knop drukken om te voorkomen dat ik door die boete nog verder in de schulden kom. Dan gaat er een klein lampje branden bij het CJB van nou, die meneer hoeft even 3 maanden niet te betalen. Ja. Wel, inderdaad, dus een groot probleem is, sommige schulden worden niet betaald. En er zijn twee opties. 1, mensen willen niet betalen, ja, dan kan je hard reageren als het ware. Ja. Maar sommige mensen kunnen niet betalen, omdat ze ook nog andere schulden hebben. Maar de privacywetgeving houdt het CB tegen om gewoon even te gaan grasduinen in databases van een andere overheid bijvoorbeeld. Waardoor eigenlijk mensen nog dieper in de schulden raken, terwijl er eigenlijk wel oplossingen zijn, zoals uitstel van betaling en dergelijke. Maar dat is momenteel niet mogelijk. Dus het CB is aan het kijken, aan het experimenteren. Het zal
ook binnen twee gemeentes worden uitgerold binnen een paar maanden in principe. Om te zeggen van kijk, wij drukken op een rode knop waarbij de burger bij een gemeenteambtenaar aangeeft ik heb een schuld. Die wordt geregistreerd in de blockchain. Het CB ziet dat er een schuld is, maar ziet voor de rest niets. Alleen een betrouwbare boodschap, er is een schuld. Dat is eigenlijk de rode knop. Dus mensen in een schuldenproblematiek kunnen schuldenrust krijgen. En er zijn twee heel belangrijke principes. Eén, zero knowledge proofs, dat is eigenlijk cryptografie, die eigenlijk ervoor zorgt dat je een waarde kan bewijzen. Ik heb een schuld, zonder dat je andere privacygevoelige gegevens moet vrijgeven. Ja. Of je kan bewijzen, ik ben plus 18... maar je weet niet of je 56 of 23 jaar bent. Dus dat is eigenlijk wel technologie die ook veel breder inzetbaar kan zijn straks. En ten tweede, self-sovereign identity, de burger als eigenaar van zijn eigen data. Het is de burger die beslist om het CIB inzicht te geven in die schuldenproblematiek. Ja. En nou kan ik me ook voorstellen dat die burger gelijk denkt, ja, dit klinkt misschien wel heel leuk, maar blockchain, dat vind ik allemaal veel te eng en daar moet ik niet aan. Ja. Ja, dat is iets wat we gaan bekijken. Want we gaan die blockchain-applicatie die gaan we dus onderzoeken. En tijdens die pilot gaan we dus zien of burgers inderdaad zoiets hebben van... oh, nee, dit vertrouw ik niet. Of misschien juist wel. Of dat ze misschien helemaal niet nadenken over... kan ik dit vertrouwen of niet? Maar dat gaan we allemaal uitvinden. Ja, want even voor de goede orde, hè, jullie willen dit ook gaan uittesten onder burgers. Er gaan pilots komen of lopen die al? Ja, dat gaat het CIB doen met een aantal gemeentes. En wij gaan er dan dus bij zijn om te kijken hoe dat precies verloopt. Ja. Want soms zijn er ook misvattingen. Bijvoorbeeld, wij gaan ervan uit dat burgers privacy bijzonder belangrijk vinden. Dat burgers het belangrijk vinden om te weten wat er gaande is. Maar dan moet je wel eens op een objectief wetenschappelijke manier gaan bevragen, bijvoorbeeld. Ja, of dat ook echt zo is. Ja, er kunnen sommige burgers zijn die willen weten hoe blockchain van A tot Z werkt, binnen de rode knop. Mm-hmm. Maar ik kan me inbeelden dat andere burgers zeggen, ik vertrouw het eigenlijk wel. Dus de overheid moet in toenemende mate meer maatwerk gaan kunnen aanbieden aan de burger. En dat kan ook mede op basis van technologie. Dus wij gaan op basis van 40 interviews per case study kijken wat vindt de burger daarvan, wat vindt de overheid daarvan, wat vindt de rechter hiervan, die straks binnen een paar jaar misschien geconfronteerd wordt met een burger die zegt ja, ik vertrouw het eigenlijk niet. Ik ga naar de rechter om te zeggen, klopt dit wel allemaal? Ja. En daar gaan wij naar kijken. Dus eigenlijk vanuit een burgerperspectief. Ja. Heel vaak kijken we vanuit een overheidsperspectief. Is er voldaan een motiveringsbeginsel? Ja, hier is de standaard tekst. Maar wij gaan vragen, burger, vindt u dat er voldoende motivering is gegeven waarom de ene of de andere beslissing is genomen? Wil ik weer in de praktijk gaan kijken, hoe landt het bij die mensen? Tegelijk ook even vanuit het technologieperspectief. Maar even een eenvoudig sociologisch perspectief. Je zou ook kunnen zeggen bij het CIB, als je post krijgt met zo'n boete, stop er een rode kaart in met een gratis antwoordenvelop en een of andere unieke code dat mijn privacy ook is gegarandeerd. Die stuur ik ook terug. Hebben we hetzelfde probleem opgelost, maar hebben we niet die ingewikkelde technologie nodig? Waarom is blockchain hier nodig? Ja, zeer zeker. Wel, één, wat u beschrijft kan perfect, maar het zal op zijn minst al een paar dagen duren. En jouw rood papier kan in de post verdwijnen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op het moment dat jij het registreert, staat het in die blockchain. Het gaat gewoon binnen een seconde als het ware naar het CIB. Zij kunnen onmiddellijk jouw schulden rust geven en die volgende brief toch niet opsturen. Of vermijden dat die gerechtsdeurwaarder morgen toch aan jouw deur staat. Ja. Dus eigenlijk blockchain gebruikt algoritmen. Er worden heel veel algoritmen gebruikt, maar gebruikt een eigenlijk heel simpel algoritme. Als A, dan B. Ja. Als je bewijst dat je een schuld hebt, dan krijg je schuldenrust bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is de snelheid is een groot voorbeeld? Ja, het is het automatiseren. Mm-hmm. En het automatiseren heeft nadelen, maar het voordeel is ook dat er geen menselijke fouten kunnen gebeuren bijvoorbeeld. Wie weet worden er bepaalde boetes geïnd, terwijl jij recht had op schuldenrust, maar een mens heeft een fout gemaakt omdat jouw rode kaart misschien toch plotseling eruit is gevallen, net voor de registratie. Ja. Nou sprak ik, want je had het net al over gerechtsdeurwaarder. Ik heb er ook een gesproken en gezegd van, god, dit idee, wat vind je daarvan? Mm-hmm. En die zei onmiddellijk, ja, dit is natuurlijk fantastisch. Ieder initiatief om schulden tegen te gaan, juich ik toe. Hè? Dus de intentie is helemaal goed. Maar hij zei tegelijk wel, ja, als je alleen maar het CIB hebt, ja, je hebt ook nog de Weekamp. Hè? Mensen die schulden hebben, dat is er nooit eentje. Ze zitten bij de Weekamp, ze zitten bij de Bol, ze zitten bij een kredietverstrekker. De huurbaas, noem het allemaal maar op. Dus het gaat nooit werken als je het niet allemaal doet. Wat vind je van dat soort kritiek? Toen ik samen met mijn gewaardeerde collega Esther Keimolen het project aan het uitdenken was, we wilden de praktijkonderzoek, we wilden een wisselwerking tussen theorie en praktijk. En we zijn gaan scannen wat de stand van zaken is op het vlak van pilots binnen de overheid. En wij hebben de case van het CIB, de rode knop, geïdentificeerd als een bijzonder beloftevolle. Waarom? Omdat we net denken dat die straks veel breder inzetbaar zal zijn. Want je kan bewijzen dat je een schuld hebt, maar je kan ook heel veel andere dingen bewijzen zonder te veel van je data en gegevens vrij te geven. Dus inderdaad,
inderdaad. Eén, het is veel breder inzetbaar binnen de schuldenproblematiek. En dat zal ook gebeuren. Mm-hmm. Er is heel veel interesse. Maar ten tweede, het is zelfs nog veel breder inzetbaar dan de schuldenproblematiek. Ja. Dus dat is ook een van de dingen die we gaan bekijken samen. In een breder perspectief. Mm-hmm. Nog aanvullingen? Ik denk dat, stel er zijn andere schuldeisers, dan zal dat ook binnen dat gemeentelijke schuldhulptraject, die zullen daar ook een rol binnen krijgen. Dus ik ben erg benieuwd naar hoe ons empirisch onderzoek dat soort vraagstukken gaat meekrijgen. Ja. Ja, en ik kreeg bijvoorbeeld van een jurist ook nog feedback. Die zei, je hebt in Nederland, ik weet niet hoe het in België zit, maar in Nederland heb je al zoiets als een schuldenmoratorium. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde constructie. Hè? Dan kun je ook zeggen, ik zit nou zo diep in de problemen. Iedereen die nou een schuld bij mij komt, die mag ik eventjes de deur wijzen. Mm-hmm. Probleem ook al opgelost. Wel, dit is inderdaad een vergelijkbare techniek, een vergelijkbare invalshoek. Maar hier gaan we kijken of technologie eigenlijk hetzelfde niet kan doen, maar op een automatische manier die misschien zelfs meer vertrouwen bij de burger kan teweegbrengen. En er is vaak ook een enige schaamte bij het hebben van veel schulden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een van de bijkomende redenen. Je kan eigenlijk zelf op basis van jouw app aangeven dat er een schuld is. En het CB weet niet welke schulden of hoeveel schulden en waar. Dus het kan voor alle duidelijkheid een oplossing zijn. Ook voor de schaamte die er toch nog wel is in onze maatschappij. Met betrekking tot het zeggen, ik heb het even moeilijk, ik zit in de schulden. Ja. Zo'n rechter te stappen voor zo'n moratorium is wellicht hoger dan die stap van zo'n rode knop. Veel hoger inderdaad. Nog maar de trappen van een gerechtsgebouw op. Stappen en daarvoor een rechter staan in zo'n zaal is wel nog iets anders dan een app te downloaden, daar aan te geven dat er een schuld is. Dit is ook de maatschappij die heel snel aan het evolueren is. Dus het is inderdaad een digitaal moratorium, als het ware. En wanneer verwachten we de eerste resultaten? Dat we inderdaad kunnen zien in de praktijk van het werkt of het werkt niet, of we hebben weer uitgevonden hoe het beter kan? Dat vind ik lastig te zeggen. Wat denk jij? Normaal april, mei zal het in de gemeente Den Haag en in Eindhoven voor de eerste keer worden uitgerold en getest op een beperkte groep. Ja. Daar gaan we opnieuw lessen uittrekken. Dan in principe ga je naar een bredere groep. Er is er nog interesse van andere gemeenten. En als dat goed lukt en als alle vragen die nog openstaan beantwoord zijn, dan zou er wel eens kunnen gekeken worden naar een landelijke implementatie. Maar, en dat is net onze boodschap, we moeten ook niet te snel gaan. Ja. We moeten de juiste juridische vragen, ethische vragen goed beantwoorden voordat we een nieuwe techniek loslaten op de volledige maatschappij. Maar dat wil niet zeggen dat er ruimte moet kunnen zijn voor experimenteren en innoveren. Een ander woord, stapje voor stapje. Ja. Je bent ook een van de auteurs van dit boek Blockchain and Smart Contracts. Met een voor mij ook weer als socioloog een wat curieuze ondertitel. Herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving. Er zijn geen borrels meer, maar als je op een verjaardag staat en je doet dit als ondertitel, denk ik dat mensen soms wat weglopen of je wat glazig staan aan te kijken. Wat is een algoritmische samenleving? Een algoritmische samenleving is een samenleving die gebruik maakt van algoritmen. En een algoritme is een heel simpel, wiskundige set van instructies die een bepaalde taak kunnen uitoefenen. En momenteel laten we die taak meestal uitoefenen door computers. En computers worden sneller, krachtiger, slimmer, waardoor we veel meer algoritmen kunnen inzetten die gevoed kunnen worden op basis van data, big data. Dus alles wat we hier doen, ook deze opname, hier zijn heel veel algoritmen aan het werk momenteel. Dat is een samenleving waarin dingen worden geautomatiseerd. Op basis van heel simpele algoritmen, als A dan B. Als er twee blikjes kolen in de maat zitten, dan komt automatisch de leverancier aanvullen. Tot artificial intelligence, self-learning algorithms, waarbij het de vraag zal zijn, hoe komen we tot een zinvolle interactie tussen algoritme, techniek en de mens? Ja, en ook vanuit de universiteit wil je dan ook kijken, vanuit de wetenschap, wat voor impact wil je dan vervolgens daarmee maken? Wat voor impact hoop je dat dit boek ook weer gaat opleveren? Wel, één, de bedoeling van het boek is vooral het goed informeren, want er zijn heel veel misvattingen over deze technologie, dus we hebben een heel realistische, toch constructieve blik gegeven op deze technologie. Mm-hmm. En ik hou ervan om altijd eerst breder te kijken, in te zoomen en dan opnieuw uit te zoomen. Ja. Dus als ik kijk naar blockchain, dan zie ik dat als gedistribueerdheid. Dat is een trend in onze maatschappij, platform, economie en dergelijke. Dit is daar een voorbeeld van. Techniek maakt het ook mogelijk dat we in een netwerk heel veel mooie dingen kunnen doen. Mm-hmm. En dan die algoritmen, de algoritmisering, automatiseren van onze samenleving is niet meer te stoppen. Dus wij kijken dat opnieuw als een soort case study van de gedistribueerde algoritmische samenleving. Tegelijk als je uitzoomt, er zijn natuurlijk ook een hoop mensen. Er is ook kritiek op blockchain die zeggen, als je even uitzoomt, uiteindelijk is blockchain een oplossing op zoek naar een probleem.
Het is leuke technologie, je kan er van alles mee en op congressen wordt het allemaal gepredikt. Maar als we nou echt in de praktijk gaan kijken, zien we eigenlijk maar heel weinig toepassingen. En de kritiek ook van veel techneuten is, de toepassingen waarvan wordt gezegd dit is blockchain, dat is vaak niet meer dan een veredeld Excel-bestand waar 100 mensen toegang tot hebben. Dat is geen echte blockchain zoals we van de Bitcoin kennen. Ja. Jij kent dit soort kritiek ongetwijfeld ook, wat vind je daarvan? Absoluut, en ik geef altijd een ander antwoord. Maar het komt ongeveer op het volgende neer, namelijk één, ons verstand, ons brein zoekt altijd problemen die we kunnen oplossen. Dus blockchain heeft dat ook gedaan. Er is een bankencrisis en er was minder vertrouwen in de banken. Hoe kunnen we dit oplossen? We gaan het zelf doen. Ja. Via Bitcoin bijvoorbeeld. Dat hebben we gedaan, maar welk probleem wordt er daar opgelost? Wel, men zegt een vertrouwensprobleem. Je vertrouwt een bepaalde tussenpersoon niet, dus we gaan het zelf allemaal samen in een netwerk doen. Maar vertrouwen moet er altijd zijn bij interpersoonlijke relaties en verhoudingen. Dus het vertrouwen in de tussenpersoon wordt nu vervangen door vertrouwen in de technologie. Ja, maar dan laat ik me anders even concreet maken naar die smart contract bijvoorbeeld. Ja. Wat ik ook van juristen terugkrijg, die zeggen ja, het probleem van een contract is nooit dat de discussie is over de woorden die er in een contract staan. Het probleem gaat ontstaan op het moment dat wij een probleem hebben over de interpretatie van die woorden. En het nadeel van blockchain is dat die, we zagen het net ook al, het is allemaal eentjes en nulletjes. Dus het is of goed, of het is fout. Je hebt je contributie betaald of niet. Terwijl de rechtspraak gaat natuurlijk heel veel uit van allerlei grijze gebieden. Van ja, in deze omstandigheden geldt misschien die afspraak. Onder deze omstandigheden is het toch wel redelijk wat jij hebt gedaan. Ja. En precies dat grijze gebied, daar biedt de blockchain geen oplossing. En daar bieden die smart contracts ook geen oplossing voor. Ja. Wel, eerst en vooral, een misvatting is dat een smart contract een volledig contract is dat we in de blockchain gaan zetten. Wat je moet doen is eigenlijk eerst een goede voorafgaande analyse. Welke dingen kunnen we automatiseren? Bijvoorbeeld, de levering is te laat, dus je betaalt een boete. Dat is wel binair. Hè? Dat is wel als A dan B. Maar inderdaad, binnen het recht en contracten zijn er soms vage termen, zoals redelijkheid en dergelijke. Ja. Ja, dat kan je niet in de blockchain zetten. Dat hoeft ook niet. Dus je moet ook weer zoeken waar het wel kan. Absoluut. Dus een interactie van technologie met zinvolle menselijke tussenkomst. Mooi. En dat is ook een beetje waar Charlotte haar onderzoek straks... Of nu eigenlijk al naar op zoek gaat. Ja. Ook voor jou, tot slot. Welke impact hoop jij nog te maken met jouw onderzoek? Ja, het zou mooi zijn als we echt concrete dingen, zeg maar, dingen kunnen bieden voor de praktijk. We zijn bijvoorbeeld, is het plan om een impact assessment te ontwikkelen. Of een training waarbij we ambtenaren trainen om andere ambtenaren te trainen over blockchain. Dus dat soort concrete output, dat zou echt heel mooi zijn. Ja. Dank jullie wel voor je toelichting en deze bijdrage. Charlotte van Oorzouw en Jurgen Goossens. Dank je vriendelijk.